5 jaar geleden ben ik uit de kast gekomen. En eigenlijk iedereen is zo ingesteld. Degene die mij gelukkig maakt is welkom, of het nou een vrouw of een man is. Ik hoop eigenlijk op niks. Ik ga gewoon het avontuur aan. Ik zie wel wat er gebeurt. Ja, wel stoer of vrouwelijk, zoals de meesten dat zouden noemen. Ja. Ik sta open voor iedereen, ja. Ik val op mannen en op vrouwen. Ik zie je er flitsend uit. Ja. Leuk. Ja. Je ziet er ook mooi uit. Dank je wel. Ja. En waar kom jij vandaan? Tilburg. Tilburg. Ja. Oké. Uit Heerlen. Zuid-Limburg. Ah, Zuid-Limburg. Ja. Een stukje verder weg, ja. Ja, ik kom vaak in het zuiden. Mijn moeder woont in Maastricht met haar man. Oké, leuk. Dus ik ga graag die kant op. Oké. Nou, dus dat is leuk om te horen. Ja. Een mooie jurk, staat er echt heel erg goed. Alleen ik ken een jurk, dat is echt no way. Wat voor werk doe jij? Ik heb op dit moment geen werk, dus ik ben op dit moment werkzoekend. Ja. En jij? Ik geef zelf reiki aan mensen en huisdieren. Ah. En ik heb meer met dieren dan met mensen. Ja. Dus ik dacht, nou, ik bied het aan voor dieren. Want ja, als er zeg maar problemen zijn binnen een gezin, dan voelen de huisdieren het ook aan. En ja, ik vind het toch belangrijk dat zij ook die aandacht krijgen. Heb je zelf, ja, ik heb zelf de Hals in een Bos gedaan, dieren in veehouderij. Dus ik heb wel een meisje met dieren. Ik heb een eigen paard. En, oh, super. Dus ik heb zelf paard gereden. Dus ja, ook heel toevallig. Ja. Ze hebben wel een goede meisje gekozen. Ja. Ja. Ja, fantastisch. Ja, echt heel leuk om te horen. Dat ik dacht van, wauw, nou is het toch wel iets heel moois uitgezocht voor mij. Ja, ja, dat is niet de standaard vrouw. Of, en dat bedoel ik daarin, dat ze volgens mij wel een pittig karakter heeft. Al straalt ze dat misschien niet direct uit. Wat zoek je eigenlijk in een partner? Wat ik zoek in een partner? Basis de klik. Een bepaalde chemie is, dat je elkaar aanvoelt, aansterkt en echt een maatje hebt om samen leuke dingen mee te doen, samen toekomst opbouwen en voor een tegenspoed. Ja, wauw, wat een mooi antwoord. Ja. En jij? Ja, voor mij is het belangrijk dat het echt zichzelf is, maar ik merk aan jou al dat je echt jezelf bent, dus dat is echt voor mij wel een... Ja, ik hou wel van iemand die een duidelijke mening heeft. Iemand hoeft absoluut niet dezelfde mening te hebben, maar wel een mening. Hoe lang ben jij eigenlijk uit de kast? Hoe lang ben ik uit de kast? Ja, eigenlijk al heel gauw. Ik merkte in de brugklas al dat ik op meisjes viel. Gewoon toch net iets meer te voelen, een beetje verliefde gevoelens. En ik, oh, volgens mij voel ik op meisjes. Maar toen besteed ik er eigenlijk niet heel veel aandacht aan. Mm-hmm. Weet je, en toch, ja, uiteindelijk, je wordt wat ouder, een beetje gaan experimenteren en ja. Ik denk, ik val echt op vrouwen en op mannen dan. Ja, ik heb natuurlijk ik heb ook in het verleden relaties gehad met mannen, maar hoe zie jij dat nu? Voel je je meer aangetrokken tot mannen of meer tot vrouwen? Normaliter meer tot mannen. Ja? Ja. Maar ja, ik sta open voor ze allebei echt. Ja. Ja. Ik heb nog geen relatie gehad met een vrouw. Okay. Maar ik ben wel heel benieuwd van hoe dat zal zijn inderdaad. Ja. Ja. Ja, dat is heel anders dan met mannen. Ja. Ja. Ik vind het toch wel mooi dat je dan toch voor kiest om dit zo aan te gaan. Ja, dit is ook mijn eerste date met een vrouw eigenlijk. Oké, ja, de allereerste. Bijzonder. Ja, maar ik vind het wel leuk, bevalt me wel. Oké, mooi. Ik hoop dat je ook een beetje bevalt. Ja, het is wel bijzonder om het op deze manier... Maar het is wel een lekker bed toch, hè? Het wordt ons comfortabel gemaakt. Ja, het wordt comfortabel, het zonnetje schijnt. Ja. Oh, ik zou eigenlijk best veel met haar willen ondernemen nu ik haar zo heb leren kennen. Ja, inderdaad, zou er van reizen, zou het ook van wandelen, zou het van diertjes. Ik wil heel graag mijn minivarkentjes aan haar laten zien. Ik wil haar paard heel graag ontmoeten. Ik wil met haar stappen. Dus het is echt, ja. Ik zou je wel nog een keertje willen zien. Ja, ik jou ook. Nou, leuk. Zullen we dan maar op bed blijven liggen? Ja, dan blijven wij lekker op bed. Zullen we lekker eronder gaan liggen? Liggen? Gaat dat? Ja. Dat weet ik. Ja, we gaan gewoon lekker in bed liggen. Dat is superleuk. Ja, ik zou het echt iedereen aanraden. De match wordt voor jou gemaakt. Hoe makkelijk wil je het? Ja. Maar dat kwam ook omdat zij zo leuk is. En het echt inderdaad een match is. Het is misschien spannend. Het is out of the box. Maar... ja, waarom niet? Wie weet kom je daar het maatje tegen voor je leven. Oh, ophakken. Ook mooi. Ik heb het maatje tegen. Jij? Nee, ook niet. Nee.
Tot net wat je net.